Goedemorgen en welkom bij de laatste Vlogmasdag 24. Vanavond is het kerstavond en dat betekent dat we vandaag eigenlijk de hele dag al leuke dingen gaan doen. En we beginnen met pannenkoeken maken. Nikki en ik lagen net in bed en we hadden allebei zin in pannenkoeken. Dus ik heb pannenkoekenbeslag gemaakt. Dit is de allereerste keer dat ik pannenkoeken maak. Dus ik ben heel benieuwd. En er komt iemand. Dus ik ga even... Wat? Rotzak. Ik denk shit, dus dan sta ik in mijn blote... Nee, zo moet je ook een deur open doen. Oh joh. Mag jij nou vloggen? Ja, jij stom bent. Jij... Ja, nee, belletje lelt. Ja, belletje lelt. Dat is geleuk. Waarom ga je vloggen? Ik heb mijn haar niet gedaan. Ja. Edit mijn haar ook twee. Ja. Ja. Nou, ik was aan het vloggen dat ik pannenkoek aan het bakken was. Kijk hoe mooi je pannenkoek. Kijk dan. Dit Nikki, is echt jij moet hardlopen. Deze pannenkoek in mijn leven. Zo'n knappe pannenkoek. Nou, deze pannenkoek. Ik zou jou het doen hoor. Kijk maar uit. Kijk maar uit, ik zou hem doen. Ga jij maar hardlopen? Of wil je deze nog opeten? Ja, weet je hoe mooi die is? Die eet ik het maar op. Huid en al. Is dat een dikke? Dat is een normale. Ik wil een appel. Ik heb een beetje te veel gemaakt, jongens. Maar goed, kan gebeuren. Ik heb de hele dag gestreamd, jongens. Dus ik kon niet echt vloggen. Ja, ik heb de taart gemaakt. Dessert voor morgen. Ziet er goed uit. Dankjewel. Ja, jij ziet er ook heerlijk uit. Dus die gaat even op de kamertemperatuur komen. En als die klaar is, gaat die in de koelkast. Vanavond als we terugkomen. Nu gaan we gourmetten bij Roy en Sanne. Waar ik heel veel zin in heb. Dus gaan we nu heen. Dat mag niet, hè? Maar het is zo schattig. Kijk, kijk. Die kopstoot. Kijk, die staat erop, hoor, die kopstoot. Die kopstoot, die is daar. Kijk eens. Schattig. Hallo. Ik ben Pien. Hallo. Wat ga je mij filmen? Oh, hij spuugt heel veel, Nikki. Zo, het is heel eventjes later. Ik ben deze vlog aan het editen. Het is derde kerstdag nu. Sorry, ik ben een beetje laat. Maar het was zo'n korte vlog van kerstdag. Nee, kerstavond. We hadden in ieder geval gourmet. Het was super gezellig. Ik had nog wat cadeautjes voor die meiden en die jongens die erbij waren. En ja, daarna zijn we gewoon naar huis gegaan. En ja, het was een beetje een korte vlog omdat ik de hele dag gestreamd had. Dus ik kon niet echt heel veel vloggen die dag. Maar omdat het de laatste dag is van Vlogmas, wilde ik toch nog heel eventjes in deze appearance jullie bedanken voor het kijken naar Vlogmas 2018. Het zit er weer op. We hebben het weer gedaan. Het was heel erg leuk. Het was, hoe heet dat? Ik heb niet iedere dag geüpload. Ik heb wel iedere dag gefilmd. Ik heb geen dagen overgeslagen. Maar ik heb wel gewoon super, super leuk. Kerst en een leuke december gehad. Ik ben echt meer dan gemotiveerd om dit door te zetten. Niet vloggen iedere dag, maar wel heel veel video's te maken. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik hoop ook dat 2018 tot een mooi einde komt. Het is wel weer bijna oud en nieuw. En dat we 2019 keihard gaan knallen met superveel streams en superveel video's. Super veel Instagram foto's. Dat zijn mijn doelen. Maar ik ga nog denk ik wel een goede voornemens video maken. Dus ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Maar dat is geen Vlogmas video meer. Dankjewel voor Vlogmas 2018. Jullie zijn toppers.